Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 9 april. In een groot deel van het land is het ronduit zonnig weer vandaag. Alleen in het uiterste zuiden komen nog wat wolkenvelden voor en daar kan lokaal ook nog een enkele bui vallen. Vanochtend ligt de temperatuur zo rond de 7 graden in het noorden, in het zuiden is het 10 tot 11 graden. een matige tot krachtige wind uit het noordoosten. De temperatuur ligt vanmiddag zo tussen de 12 en 13 graden in het noorden en 16 en 17 graden in het zuiden van het land. Daar is nog steeds wat meer bewolking aanwezig en dat geldt ook voor de avond. Verder zijn de brede opklaringen. Vannacht kan het hier en daar in het noorden zelfs al een graadje gaan vriezen. Morgen in heel het land zonovergoten weer, ook in het zuiden van het land. Alleen in de ochtend kunnen daar nog wat wolkenvelden voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 8 en de 12 graden en er staat weer een matige tot krachtige wind uit het noordoosten. En de dagen na wordt het geleidelijk aan steeds kouder. Zaterdag wordt het nog maar een graad of zeven. En vrijdag kunnen er een aantal buien vallen. En omdat de lucht zo koud is, is er ook kans op hagel en natte sneeuw. In de nachten blijft het licht vriezen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dinsdag.